Het is over met de rust in Kwadijk. Zodra de schemer valt, kun je maar beter dekking zoeken. Ja, je hebt bij mij hier op dak gezeten. En de buurvrouw die is heel gevaarlijk gewond, kun je wel zeggen. Die heb ook een tetanusprik gehaald. Dit is hem. Dit is hem. Een zeldzame oehoe van 70 centimeter hoog en een spanwijdte van bijna 2 meter. Dielke Pronk hoorde hem oehoe roepen voordat hij aanviel. En ik krijg toch een dreun achter op mijn hoofd. En ik zie zo die uil zo van me afvliegen, zo voor me uit. Ik denk, jee, maar dat heb hij gedaan. Ik heb dus alles bloed en hier op mijn jas. Nou, dan komt hij terug. En toen krijg ik nog een keer een map. En hoeveel mensen zijn er al gewond geraakt? Nou, men zegt van 9. Jan Butter fotografeert al 2 jaar een schuwe oehoe in de buurt. Hij vermoedt dat er nog een tamme oehoe is ontsnapt en in dit gebied jaagt. En nou vermoed ik dat die twee hebben elkaar in het jachtgebied ontmoet. En het territoriumdrift van de ene vogel naar de andere vogel. Ik denk dat dat de reden is waarom of die mensen aanvalt. De burgemeester raadt in deze brief aan een hoofddeksel te dragen. Daarnaast is een valkenier ingehuurd om de uil te vangen. Maar veel Kwadijkers zijn daarop tegen. Je moet je goed realiseren dat dit wat wij hier hebben in Noord-Holland heel uniek is. Maar als we het voor elkaar weten te krijgen dat wij broedgelegenheid voor hun kunnen creëren en het gaat lukken, dan hebben we evolutionair iets tot stand gebracht. Waanzinnig. Waanzinnig.